Yannick. Er is een voorzet. Oh, Keine zit erin. Het is Kessiro. Het is niet te geloven. We spelen 10 minuten. En Kessiro, die kopt die bal erin. Er was een verdediger van Standaard die zich volledig miskeek daar achter. Het duel. Waar is hij? En hier is Schwetek. Schwetek op snelheid. Geeft hem goed af aan Yannick. Yannick in de vlucht. En nu 2-0. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ze doen het hier. En nu zuiver afgewerkt. Dames en heren, ik kan nu moeilijk beschrijven wat voor tafereel zich hier voor mij neus afspelen. Maar het is alsof Oostende de Europa Cup wint. Het staat 2-0. De kous is af. In de laatste seconde maken de Polen het hier af. Schwetek en Yannick. Ongelooflijk, Standaard, ondanks zijn inzet, ondanks de vele kansen. Maar Oostende, daar ziet u het opnieuw, Schwentekor en Slim. Slim naar Yannick en Yannick heeft een zuivere trap. En uiteindelijk hier met 2-0 en ze zingen hier aan de zee, is alle dagen carnaval. Ik denk dat ze hier nog dikwijls zat gaan zijn. De mannen van Zeitschef, ze kunnen hun geluk niet op. Ze staan op 2 punten van Leider Anderlecht. Na 9 wedstrijden. De makkelijke bal af. Vilic. Even op ontouwt. Jatsu nog. En daar Kabemba. En de kans en de goal. Kinder. 1-0 voor Oostende. 16 meter. Kinder. En de bal gaat erin. Oostende gaat hier nog winnen met 2-1. Wat een opsteker voor de Neo eerste klasser. Verscheidene keren getipt als degradatiekandidaat. En staat daar dat zich wil wou melden als titelaspirant, pretendent. Krijgt hier meteen de nederlaag toegediend. Dankzij deze prachtige trap, de vrije trap van Kinder. De tweede. Nijs speelt hem strak in. Snel uitgevoerde vrijschop van Jolie. Blijft hangen. En dan Brandon Sutherland. Conceição. En schiet hem naast. Hij schiet hem naast. En hij gelooft het niet. Kijk die ogen. Zoveel ervaring. Alles gezien en overal gespeeld. In clubs met naam in Italië, in Portugal. En vreugde bij die van Oostende. In principe mist hij bijna nooit. Sebastian Siani. En ook nu niet. 1-0. Achtste minuut. Sebastian Siani. En Oostende dus vroeg op voorsprong. Spetterende start van deze wedstrijd met dus een doelpunt voor de thuisploeg. Dat is een goede bal hoor op Koulibaly, goed meegenomen. Unieke kans. Hij wacht en hij scoort. En het is 2-1. 10 tegen 11. Dat staat een stukje makkelijker straks. Door, maar hij heeft de bal nog. Nu komt hij er wel langs. Daar is Aslan Agic. Strafschop zegt Dirk. U weet dat Timmy Simons gisteren zijn tweede penalty miste. Siani niet. Hij schiet hem gewoon op hoogte, rechtdoor. Handje klap met de miljardair. En zijn KVO 3-2 voor met one man down. Thuram ging naar links. Sebastian Siani hield het dus zo makkelijk mogelijk voor zichzelf met zijn zesde van het seizoen. Oostende op 3-2. Helemaal afgelopen nu. Oostende wint dit seizoen 2 keer van Standaard. Voor Vukomanovic is het de eerste nederlaag van het seizoen. En Oostende wint dus met 3-2 van Standaard.